Hallo sabbergeleerdjes van Justice Fragmentus. Welkom bij een gloednieuwe vlog op ons kanaal. Het is even van de zijkant genomen. Dat is omdat we nu in de Mustang zitten en we niet, omdat het allemaal bolvormig is, is het voor ons erg lastig om een goed plekje te vinden om een telefoon neer te zetten. Dus We zijn weer bij de Mac. En ik ben echt erg teleurgesteld over mijn vacation. Kijk, de bacon is zeg maar net gaar, of net die, ik heb geen idee. Ja. De burger is niet eens lekker doorbakken. Ze hebben keiveel saus erop gedaan, dus je proeft neem dan niks. Ja, ik vind het kunnen slappe burger. Kijk hoe licht. Ja. Hier, gewoon oranje. Gewoon. What the fuck? Ik zou me niet eens verbazen dat het niet een schaar is. Ja, nou, dat krijg je als je ze de druk hebben en dan moeten ze haasten. Gewoon echt teleurstellende. Yep. Maar moeten we dan niet gewoon iets op de grill leggen en dat zo'n timer afgaat van hey, dan is het klaar? Ja, dat lijkt me wel. Want dus hoe kan dan de ene keer, dan houden ze zich gewoon niet aan die tijden of wat? Ja. Ik denk het. Onzin. Maar dit is al wel echt heel lang geleden, hè? Dat we een vlog hebben gedaan, ja, heel lang geleden. Vond ik ook altijd cool om te doen. Echt, ik denk al. Ik weet nog wel dat we een keer een vlog hadden en toen ging het over Dus David of zo, dat zijn kanaal zo'n strike had of zo. Dat was al lang geleden. Ja, leuke strike, hè? Wie? Maar. Waarom? Van jouw Pokémon intro of zo? Nee, een van hun. Die video. Alleen die video die had ik al. Bijna 2 jaar geleden proberen online te gooien. Ja. Dat is toen niet gelukt, of hij had het meteen afgehaald. Welke is van jou? Ik heb hem nog niet gedronken. Dus hij was nooit zichtbaar. Ik heb hem alleen nooit van het kanaal verwijderd, zeg maar. Dus je had hem op privé gedaan, zeg maar. Ja, hij. Nou ja, hij is gewoon wel geüpload, alleen hij was niet zichtbaar voor mensen omdat het verwijderd is. Alleen verder. Hoe kun je daar dan een strike van krijgen? Nou, omdat die video nog wel op mijn kanaal staat. Maar niemand kan hem zien? Nee. Dus wat schendt je dan precies? Ja, dat is ja. Want het enige wanneer je het schendt is dat het zichtbaar is. Net zoals... Mag je het toch gewoon zelf zien? Kunnen ons toch niet straffen omdat we het hebben gedownload ofzo? Nee. Ja, dat is echt raar. Maar, en hoeveel strikes mag je hebben voordat je kanaal weggaat? 3? 3 en... Nou, de eerste strijk is er niks aan de hand. En die eerste strijk is ook weg na oktober, zeg maar. Oh, dus dat is volgende maand alweer. Dat is YouTube, jongen. Dat staat er nergens op. Weg, ja. Ja. Jammer dat er niet nog een soort YouTube-platform is. Want dan weet ik zeker dat dat zeg maar gewoon 30% van alle YouTubers gewoon meeneemt. Gewoon dat die zeggen van nou doe. En als het dan wordt geregeld door mensen in plaats van door computerbesturing, net zoals weer die strikes regelt. Ja. Enzovoort, enzovoort. Dan is YouTube, of dan is YouTube zeker een paar van de grootste inkomsten krijgen. PewDiePie klaagt altijd over YouTube, bla bla bla. Je zag toch al, heb je de video van Rick gezien? Weet je dat trouwens ook zijn vetjes trouwens? Ja, denk het wel. Zo. Ja, die moet ik iets hebben. Nou, vertel. Jij hebt het niet gezien. Nee, dan met die advertentieinkomsten dat ze die uit kunnen zetten. Ja, dat je nou ook geen geld meer verdient op nazi-zombies en zo. Ja. Dat een nazi staat en dat bedrijf dat zegt, ja, dat wil ik niet. Dus in principe kun je nou voor je titel niet meer grappig maken, zeg maar. Nee. Want dan verdien je geen geld. Ja, het slaat ook nergens op. En wie bepaalt het? Hè? Ja. Een automatisch systeem. Het slaat dan nergens op. Omdat, ja... Omdat er veel te veel video's zijn. Wij uploaden dus eergisteren een video. Van bij elke video doet hij aanklikken. Ik wil hem gecontroleerd hebben, want ik vind dat hij wel goed is. En hij krijgt daar ook allemaal gelijk mee. Alleen weet je wat het erg is? Dat de eerste uur, 2 uur dat hij online staat, wordt hij meest bekeken. En daar verdienen ze dus allemaal geen geld over. Ja, omdat hij dan... dat is YouTube gewoon. Ja. Maar daarom, kijk, aan de ene kant denk ik dan zo. Dan moet je gewoon YouTube gewoon fucking naaien. En gewoon nazi-zombies noem je
zombies. Of Call of Duty. Of gewoon spel. Gewoon NZ, nazi. Spel. Ja, en dan afkortingen. Gewoon spel. Weet ik veel. En dan gewoon de. Want de thumbnail wordt niet gecontroleerd, toch? Dat weet ik. Alleen de titel, toch? In principe. Dat denk ik wel, ja. Want een plaatje controleren, is, dat, moet, dat kan niet via een filter. Nee. Daar moet dan iemand echt naar kijken, zeg maar. Uh-huh. Nou, en dan doe je gewoon een dik hakenkruis als plaatje en dan hier. Ja, ik. Het is gewoon jammer dat zo'n bedrijven zo'n keuze maken, maar. Wie ben ik? Wie ben ik? Ik weet, dat is gewoon jammer dat wij geen invloed hebben of inbreng hebben in de grote wereld. Ja. Dat je eigenlijk maar een nummertje bent. Want stel. Oh, ik had je trouwens gisteren geappt, hè? Ja. Met die sleepwet. Mm-hmm. In 2018, want die wet is zeg maar doorgevoerd, die is door de Tweede en Eerste Kamer gegaan. Mm-hmm. Het is in 2018, ook al ben je niet verdacht, ook al bla bla bla, maakt niet uit. Ze mogen je gewoon afluisteren, ze mogen in je computer hacken, ze mogen je telefoon hacken, ze mogen alles terugzien. Ze mogen je, ze mogen alles, zeg maar. Ja. Dus, je hebt zero vrijheid. Nu is het zo. Stel, ze hebben informatie gekregen die ze anders niet hadden kunnen krijgen. Hebben ze wel een aanknopingspunt, maar ze mogen het niet gebruiken tegen. Snap je? Mm-hmm. Dus kijk, stel je bent een crimineel, de politie weet dan ook wel dat jij een crimineel bent. Maar ze kunnen het niet bewijzen via die manier. Dus als jij dan via, als crimineel zijnde. Nou, dat is toch alleen maar goed dat het zo. Ja. Maar denk je nou werkelijk dat het daardoor... Oké, kijk. Er zullen vast wel terroristen worden opgepakt. Maar al jouw gegevens kunnen ze bij. Ze houden ook een databank of een DNA-bank bij, hè? Mm-hmm. Dus jouw privacy... En het grappige is nog, dat kwam toen toch ook bij... Wat komt op zondag? Rubik. Zondag met Lubach. Lubach, ja. Die vrouw die toen bij de Europese Unie voor privacy die wet toen had doorgevoerd. Iedereen klappen. En zij is nou ook de vrouw die in Nederland ervoor heeft gezorgd dat die sleepwet door is gekomen. Diezelfde vrouw die toen een paar jaar terug in de Europese Unie nog juist was voor privacy. En dat er meer gegevens beschermd moesten worden, bla bla bla. En nu is diezelfde vrouw hier in Nederland die sleepwet aan het doorvoeren. En die sleepwet is doorgevoerd. Dus ik heb gisteren... Ik keek dus dat van geen stijl. Mm-hmm. En toen zag ik dat. Nou, die petitie tekenen is dus heel makkelijk. Je voert je gegevens in. Dat is wel grappig voor het sleepwet. Hè, over je gegevens. Dat je maar ja, dat moet. Want anders is het niet geldig. Hè. Mm-hmm. Dat is dan ook weer zo gehoor aan de Nederlandse overheid. Het is niet dat je kunt drukken en dan zo'n poll. Nee, je moet ook echt die gegevens in. Want ze maken het zo moeilijk mogelijk om dan in opstand te komen. En dan bij 300 stemmen moet het weer door de Tweede Kamer, zeg maar. Bij 300 maar. Bij 300.000 stemmen. Oh, ik dacht want wel. Ze hebben al 10.000 stemmen gehad, zeg maar. En daar zijn ze ruim overheen gegaan. Ze hadden iets van 20, 30.000 stemmen of zo. Mm-hmm. En nu is het dan fase 2. Moeten ze 300.000 stemmen landelijk ophalen. En dan moet het dus weer, moeten we naar die wet gekeken worden. Waarom ben ik dus tegen? Je hebt dus gewoon helemaal geen privacy. Stel hè. Mm-hmm. Stel. Jij zou, jij bent porno verslaafd. Stel, hè? Je bent porno verslaafd en je kijkt elke dag porno. En langs jou moet iemand die bij de politie werkt. Of iemand... Of... Snap je wat ik bedoel? Ze kunnen alles in de gaten houden. Kijk, en je kunt ook zeggen van ja, maar als je niks hebt te verbergen, prima. Maar je wilt toch niet... Je wilt toch ook, zeg maar, geheimen kunnen hebben? Ja. Je wilt toch, zeg maar, dingen... Zelf, zeg maar, daar gaat toch niemand aan? Dat is toch jouw leven? Snap je? Maar nu, in principe... Want wanneer trekken ze dan de lijnen? Want dadelijk, als jij dus ergens gaat aanmelden... Wie zegt dat dadelijk dus jouw werkgever dus niet mag kijken in jouw computer en blablabla... Wat je allemaal doet, wat voor persoon je bent. Want hier begint het, hè? 10 jaar terug in de Europese Unie, klappen, privacy, woe! Nu, die wet wordt snel doorgevoerd in dit kabinet, hè? En wanneer houdt het dan op? Over 5 jaar dat de werkgever jou helemaal gaat screenen, bla bla bla. Je wachtwoorden mag checken, bla 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 bla. En dan
kijken van wie je familie bent, bla bla, dit, dat, wat je gisteravond hebt gedaan. Stel je komt te laat op je werk of je bent ziek, dat ze dan je hele computer gaat doorzoeken van, nee, volgens, oh, je kreeg gisteren een appje, ah, jij was niet ziek, bij wijze van, of, oh, waar gaat het heen? Ja. Wow. Je privacy is helemaal weg, hè? Maar ja? Dat is alleen voor de overheid, hè? Niet voor werkgevers. Daar is het nou, daar is het nou, maar als een nieuwe wet... Voor werkgever, want als ze dan zeggen van, ja, ja, die wet werkt, bla bla bla. Hé, hey, ja, voor werkgevers, voor ziekteverzuim, zou zoiets ook al makkelijk zijn als je werkgever gewoon kan trekken waar je bent. Hè? Ja. Wanneer houdt het dan op? Wat is de volgende stap? Dat we allemaal een chip in onze arm krijgen, zodat de overheid precies weet waar we zijn? Ik vind het echt heftig dat gewoon meteen ook gewoon door de Eerste en Tweede Kamer is doorgevoerd. Meteen, hè? Gewoon niet eens... Niet eens dat er iemand zei van, hé hey jongens, dit gaat toch te ver. En kom op, die vrouw die was toen daar nog mee bezig. En nu in één keer is ze voor privacyvermindering. Het slaat echt helemaal nergens aan. Trekkertje. Nee, ik denk echt wat fout. Dus dat zou dus ook betekenen. Stel, ik heb een geheim. En jij weet mijn geheim. Ja. En iemand mag mijn geheim weten. Of ik hou er, ja. Stel, ik heb een geheim, ik ben crimineel. Dan mag jij dus al nooit mij daarover appen. Je mag mij niet bellen. Ik moet alles via Face doen. Want als ik in de gaten word gehouden, mag, hebben ze meteen bewijs. Ja. En ik zeg niet dat je criminelen moet steunen. Maar als er een boom is, een appelboom, en er zijn twee rotte appels in. Dan ga je niet alle appels weggooien. Je plukt die twee rotte appels eruit. En die andere appels, die laat je, zeg maar. Ja, maar je kan die twee appels alleen... Nou, als ze nu hebben, tegen die tijd... appels controleren. Ja, maar je bent toch ook pas crimineel als je iets verkeerds doet. Mm-hmm. En daarvoor zijn hun toch om het uit te zoeken en te bewijzen op een legale manier. Maar niet zodat niemand vrijheid heeft. Ik vind het heftig, hoor. Want wie zegt dan dat jouw gegevens veilig zijn? Wie zegt dan? Stel, hè. Ik ben dit jaar ben ik gehackt op Runescape, hè? Niemand is mijn wachtwoord. Niemand. Mm-hmm. Niemand. Toch ben ik gehackt. Mijn bankpin wisten ze niet. Wie zegt dat iemand in de overheid, of mensen die dadelijk die gegevens aan kunnen, niet daaraan verdienen? Bepaalde gegevens doorsignen, want het mag, ja. Het is legaal. Mm-hmm. Om ergens in te gaan investeren, los ervan. Blablabla. Wie? Krijg die macht toegeëigend. Mm-hmm. Hoort niet te kunnen. Kijk, dat er een crimineel in de gaten wordt gehouden omdat hij verdacht is voor dit en dit, prima. Maar het moet niet zo kunnen. Dat niet, wie controleert het? Ik vind het echt heftig, hoor. Het slaat echt alles, hoor. Als die wet die komt gewoon in 2018. Dus daarom zei ik al, kijk gewoon die video, lees en bepaal dan wat je ervan vindt. Ik zeg niet dat je moet doen, nee. Maar hier word je ook echt niet blij van, hè? Geloof mij, man. Hier word je echt niet blij van. Nee, ik denk dat het uiteindelijk daar toch wel heen gaat. Ligt eraan. Stel, er komt morgen een wet. Van, hé, ja, de koning heeft alle macht, politiek wordt uit. Dan weet ik zeker dat er morgen dat de koningshuis in brand staat, hoor. Dat weet ik zeker. Op een gegeven moment moeten mensen in opstanding komen, hè? En als zomer... Stel, ze zeggen van, ja... Eigen risico zorg voor 10.000 euro. Houdoe, ja, wet gaat door. Ah ja, ja, nee joh, kom dan, we hebben toch een stem, we hebben toch een vote. Het is echt gewoon echt een smerig spel wat die politiek speelde. Gewoon, en dan ook last moment die wet doorvoeren. Hè? En het was best stilletjes gedaan. Want zoveel ophef was er helemaal niet over, zeg maar. Het is dat ik toevallig dat videootje had gezien van Dumper, van Geen Stijl. Waardoor ik dus dacht, oh, what the fuck, dit is serieus, zeg maar. Ja. Ja, dit is echt... Maar... Nee. Ik... Nee. Kijk, maar stel, er zijn elke dag terroristische aanslagen in Nederland en bla bla bla. Oké, prima. Maar... Ja. Kom op, zijn er wel. Niet dat ik het hoop, maar ik vind het echt een onzin. Echt grote onzin. Want de machtigen worden nog machtiger en de niet-machtigen worden nog minder machtig. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm.
Stel, je ziet een kans. Je gaat een bedrijfsplan maken, bla bla bla. En je buurman Piet heeft in één keer dat bedrijfsplan. Hoe ga je dan ooit bewijzen? Je kunt dan niet zeggen van hij heeft dat van mij gestolen. Want nee. Het mag, want als die gaat... Snap je, dat is zo heftig. Je kunt dan niks meer. Je kunt niks meer. Dat is zo fucking heftig. Ik vind het wel. En dan ook bijvoorbeeld marktplaatsen. Net zo, want in principe, wat je op marktplaats koopt en verkoopt, betaal je geen belasting. Maar je mag maar tot een bepaald, je mag zeg maar zoveel euro daarvan ontvangen. En boven dat moet je eigenlijk aangeven aan de belasting. Hè? Als je er meer aan verdient, net zoals PayPal, die rekening. Als je al meer dan 2000 euro per jaar aan op of afzet of verkoop opgeeft. Dan moet je dat al aangeven aan de belasting. En dan moet je een rekening upgraden. En dan betaal je daar belasting over. Want het zijn inkomsten. Nagaan dat dat dan ook misschien de volgende stap wordt. Dat je zeg maar marktplaats iets handje contantje koopt of verkoopt. Ja, dat hebben we gezien. Dok 19% of 21%. Dat zou heftig zijn. Weet je wat ik wel grappig vind? Dat degene, de grootste privacy schietzender van Nederland, gaat zeuren dat de privacy gaat worden geschonden. Dat vind ik wel grappig. Ik of die vrouw? Nee, jij niet. Nee, ook niet. Maar ik bedoel... Nou ja, die vrouw ook, maar dat bedoelde, nee, ik bedoelde geen stijl. Die zeurt over dat er privacy gaat worden geschonden. Terwijl hun nou, de grootste privacy schender. Nee, zijn. Hun zeurde niet. Hun interviewde die mensen van, jullie zijn dus een opstand. Of ja, opstand. En hun hebben die petitie toch ook opgezet? Nee, gewoon drie jongens, zeg maar. Ah, oké. En we zijn naar die jongens gegaan en hebben hun geïnterviewd van, leg eens even uit wat het inhoudt en bla bla bla. Nou, en meer niet. En hebben niet, zeg maar, olie op het vuur gegooid. En hebben gewoon alleen... onder de aandacht gebracht, want ik denk ook dat geen stel daarin zin in heeft, maar ik vind het echt heftig. Ik weet niet of je over YouTube ook belasting moet betalen. Ja, heel veel belasting. Maar, ja, maar als, ook om jouw inkomsten, of is dat allemaal... Ja, want maar alleen hun moeten dat allemaal zelf doen, zeg maar. En als je bij een werknemer werkt, dan wordt het allemaal voor je geregeld, zeg maar, snap je? Nee, ik zou daar echt niet blij mee zijn. Trouwens, met die YouTube-inkomsten, dat is natuurlijk heel fucked up. Alleen, je ziet nu wel dat de mensen die zeggen dat ze het niet voor het geld doen, uiteindelijk toch wel voor het geld doen. Yep. We zijn trouwens begonnen met Mario Party. En het is leuk om te spelen. We hebben Mario Party 4. Hij wint alles, maar 100 is hij. 100 is hij. Nee, ik heb 2 keer verloren. Nee, meer. Meer, maar 2 keer van mij. Dus hoe vaak heb jij dan verloren? Heel vaak. Ik moet duidelijk worden. What the fuck. Die flipperkast. Is heftig. Is echt opeens. Oké, maar dan moet je nagaan. Stel 50 turns. En ik de handicap dat ik 9 sterren had en bla bla bla. En je komt op die laatste, je laatste turn, je komt op dat vakje. En je zit met de computer die 0 sterren heeft en 10 coins. Heb je gewoon de hele party voor niks gespeeld. Dat is toch lekker. En dat gebeurde te strak bij mij. En dat is niet lekker. Dat is gewoon prima. Ik ga vandaag geen loodje halen bij de loterij, want ik ben toch niet. Ja, of juist wel, nou, omdat ik al zo... Nou, ik wou even zeggen dat jij die party daarvoor 2 itembags kocht met 4 magic lampen. Maar, de laatste itembag die ik haalde, ja, was dat geen magic lampen. En toen verloor ik weer al mijn spullen door Bowser. Lekker mooi. Hier, nog jij. Ja, dank je. Ja. Ja, heftig. Maar hoe lang werk je nou bij de ANWB? In december 2 jaar, ja. Maar ze doen niemand, ze geven niemand een vast contract? Nog niet, maar daar ga ik wel voor werken, zeg maar. Ik wil uiteindelijk echt... Dus de kans bestaat wel dat, zeg maar. Oh, ik dacht dat je gewoon zei, doen daar gewoon niet aan, punt. Niet zomaar, zeg maar. Oh, maar het kan wel. Ja, als je filiaalmanager wordt, dan wel.
En dat wil ik. En dan ook daar nog in Uden? Dat zou het best zijn, maar dat gaat niet lukken, denk ik. Maar ik bedoel, ze mogen mij 5,5 jaar contracten geven. Ik zit nu op 4. Oh, ik dacht dat ze maar 3 jaar dan mochten. Jaar. Is dat nee. veranderd? Wat doe je? Ja, die, dat vriend je van jou. Je mag zeg maar normaal maar 2. Ja. Alleen omdat ik omdat ANWB een eigen uitzendbureau heeft. En timing, dat ken je wel. uitzendbureau mogen 5,5 jaar, zeg maar. Mm-hmm. Alleen omdat dat dus van ANWB is, kunnen ze dus mensen 5,5 jaar houden. Ja, jongen, maken ze wetten? Terwijl er zoveel manieren zijn om wetten te omzeilen, ja. Dan denk ik wel, wat is dan nog het doel van die wet? Net zoals die drugswet, dat coffeeshops dan. Dat was dan ook bij Lubach, dat ze zeg maar zelf maar zoveel plantjes mogen hebben. Ze mogen niks inkopen, maar de verkoop is zoveel dat ze nooit het zelf kunnen produceren op de legale manier. Hoe kan het? En dat het gewoon tot de dag vandaag nog steeds wordt toegelaten. Want ja, drugs is geld. Maar... Ja. Wie hou je dan voor de gek? Ik zal... Kijk, ik wens niemand dood. Zeker niet. En ik laat eigenlijk iedereen in zijn normen en waarden. Ik heb niks tegen. Donk, ik heb niks. Ik ben niet racistisch. Ik heb niks. Bla bla bla. Maar het politiek. Het slaat echt nergens op. En die mensen. Die nog eens in de politiek zitten. Die verdienen dus ook nog eens 10.000 per maand. Ja, en de mensen die in de Europese Unie zitten. Die cashen nog meer. En die krijgen nog een dikke bakken bij ook. Mm-hmm. En dan zo'n wetten. Wordt gewoon geen aandacht aan besteed. Iedereen weet dat het niet klopt. Maar dat is niet belangrijk. Nee. Milieu ook. Heb je dit jaar iets gehoord over het milieu? Nee, dat is niet belangrijk. De aarde warmt alleen maar op. We hebben maar één aarde. Maar, ja, milieu is niet belangrijk. Nee, het is alleen maar belangrijk. Over de immigratiebeleid is belangrijk. Eigen zorg of eigen risico is belangrijk. Zorg is belangrijk, bla bla bla. Nee, echt van jongens. Je zit 4 jaar in zo'n kamer, toch? Om de 4 jaar, toch? Of om de 2? Ja. Om de 4 jaar wordt het veranderd, ja. Nagaan gewoon. Kijk, en dan denk ik zo van... Ik geloof niet. Ik zeg niet dat het voor elke politicus gaat. Maar ik zou er niet van verstaan. Ik durf te zeggen dat minstens 50% die in de Tweede en Eerste Kamer zitten. Want de Eerste Kamer is ook gewoon onzin. Dat die daar niet zitten om Nederland beter te maken voor iedereen. Maar eigen gewin. Eigen gewin. 100%. 100%. En dan denk ik, en dat vind ik echt jammer. Ik vind het echt jammer gewoon. En dat, kijk, en ze doen ook sommige dingen goed hoor. Mm-hmm. Hey, maar de dingen die ze niet goed doen, of de dingen waarvan ze gewoon dit doen, kan toch niet. Als je het beste wil. Maar dat kan toch niet. Voor het land. Dan kun je toch niet dit doen bij sommige wetten. En dan zo'n wet waar machtigen. Nog machtiger van worden, die gaat hup meteen door de Tweede en hup meteen door de Eerste Kamer in een paar weken. Nee. Dat kan wel. Maar, drugs, die wet, of ja, hoe noem je dat, gedoog, nee, bla bla. In ieder geval, coffeeshops, bla bla bla, nee, dat is geld. Milieu, hoor je niks van. Ze hebben downloaden wel. En zo, hè, daar is ook nog niet echt, ja, je mag het niet, maar wat is de straf? Nummer 1. Gelukkig man. Gelukkig? Want je hebt toch gewoon vrijheid? Als je het voor jezelf gebruikt, waarom mag het dan niet? Nee. Ik snap wel waarom het niet mag. Omdat ik snap het ook wel. De makers er niks meer aan verdienen. Maar... ik denk ook zo van... Waarom moeten de makers nog meer verdienen aan een product waar ze al genoeg aan hebben verdiend? Het is niet dat die makers in één keer geen geld meer hebben. Die makers hebben het gewoon goed. Kun jij een voorbeeld opnoemen? Dat... Er een spel wordt uitgebracht en dat makers daar verlies aan hebben geleden, omdat het wordt gedownload? Nou, dat weet je niet, omdat niet omdat het gedownload wordt, dat kan ik sowieso niet, maar wel, je hoort wel dat bijvoorbeeld
een klein, dus Nintendo is heel groot, zeg maar gewoon een kleiner bedrijf, zeg maar. Nooit, omdat hun games niet verkopen, maar gedownload worden. Geen genoeg geld krijgen om weer nieuwe games te maken. Hetzelfde als met films, is dan nog veel erger. Ja, maar het nadeel is, en dat is, of ja, het is zeg maar een soort monopolie. De grote bedrijven worden steeds groter. En de kans om als nieuw bedrijf daarbij te komen, wordt elke dag steeds kleiner. Mm-hmm. En dat komt omdat de wereld is gebaseerd op geld. Was de wereld gebaseerd op iets anders? Dat je gewoon, dat iedereen, stel iedereen was gelijk, had je die onzin dan niet. Nee. Maar de wereld is niet zo. De wereld is gebaseerd op geld. En ook weer dat, hè. Toen die ene Lubach die wij toen keken, mm-hmm. dat was zeg maar een van de grappigste momenten van mijn leven. Dat zal zeg maar een moment zijn, wat ik nooit meer ga vergeten. Is toen ik die aflevering met jou keek bij Lubach. En toen de Belastingdienst zo'n beleid had gemaakt dat er veel mensen weg moesten. Want ze moesten daar bezuinigen, weet je nog? Ja. Dat zou 6 miljoen euro kosten of meer. Ja? Om die mensen uit te kopen ofzo. Ja. En dan dat de oudere mensen dan weggingen met een goed zakcentje en bla bla bla. Wat dus bleek is dat juist de jongeren en hoogopgeleiden juist meer weggingen. Dat het veel meer kostte dan was gepland. Ja. Dus dat ze niet, en ze hebben dus niet bereikt wat ze wilden bereiken. En dat de Belastingdienst daarom een boete gaf aan de Belastingdienst. Oh ja. Hey. Applaus. Hey, politiek. Yeah. Doe maar even allemaal dit zo. Yeah. Kijk, en dan vind ik dus van. En dan denk ik echt van. En daarom, kijk, ik kan ook niet voor iedereen spreken, maar daarom geloof ik gewoon oprecht dat 50% van iedereen die daar al zit, niet zit voor iedereen. Ook niet zit voor dat kleine groepje wat hun, wie op diegene. Nee, gewoon echt voor zichzelf. Zoiets moet toch niet kunnen. Zoiets moet toch gewoon worden aangekaart. Die gasten moeten hun centje inleveren wat ze hebben gekregen. En die gasten moeten eruit. Mm-hmm. Zoiets moet toch niet. Zoiets kan toch niet. Kom op. Nee. Want wie betaalt dat? Wie betaalt belasting? Even. De consument. Oh. Wij. Oh, dus wij hebben dat gedaan. En dan geeft de Belastingdienst een booster aan zichzelf. Dat is hetzelfde als ik nou zeg, oh, stout Justin, geef maar 10 euro jezelf. Oh, Justin, krijg een boete van 50 euro. Oh, die betaal ik meteen. Oh, yeah. Geregeld. Ja, hey. Voilà. Dan denk ik echt zo van, ik geloof wel in politiek, maar ik geloof niet meer in dit kabinet. En de mensen die er nu zitten, mm-hmm. 50% minimaal, geloof ik al niet meer. En daarom, die sleepwet, dat die er nou ook in één keer door wordt gepompt, dat kan wel. Maar de dingen die niet kloppen, die er ook toe doen, wij zien het. Dus eliminatie confirmed? Nee. Ja, ik vind dat gewoon echt jammer. Hoor. Wat nog het en leukste is dat Game of Thrones is ook helemaal op politiek gebaseerd, hè? Ja, dat de bedenker inspiratie heeft opgedaan aan, of wat? Nee, het gaat een beetje om de politiek van hoe het in het echt ook gaat. De mensen in de backstabben, zeg maar. Ja. Daar gaat het, ja, daar is het een beetje, zeg maar. In het echt, als je dood bent, ben je dood. Ja, oké. Okay. Er bestaan geen raken. En, ja, maar dan vind ik ook weer het vette van Game of Thrones. Als Jon Snow doodgaat. Zou ik het heel jammer vinden, snap je? Maar in het echt is zeg maar een one-man army, net zoals bijvoorbeeld James Bond, mm-hmm. kan niet. Want je wordt gewoon, en je bent gone, zeg maar. Mm-hmm. Dus, ja. Maar, het is gewoon, ik weet niet hoe je dat noemt, maar ik zie geen positief iets meer in de politiek. Ik denk zeg maar dat het steeds, elke 4 jaar, zeg maar, een klein beetje verslechterd. Snap je wat ik bedoel? Het zou juist zeg maar beter moeten worden, want je leert van je fouten, er komen nieuwe mensen, mm-hmm. nieuwe kracht, inspiratie. En tuurlijk kan er een keer zo, maar ik denk nou zeg maar dat het steeds meer zo gaat en de mensen die daarachter zitten, dus die zeg maar de macht hebben. Kijk, want ik,
ik denk zeg maar ook zo, net zoals Trump zeg maar, Hillary Clinton had meer stemmen, maar Trump had een meerderheid in, dus werd hij als, had hij alsnog gewonnen. Die mensen, die hebben dan dus ook bepaalde invloed. Ik denk echt niet dat Trump alles in zijn eentje kan bepalen. Ik weet zeker dat hij mensen achter zich heeft, hoe en wat, die op de achtergrond ook dingen bepalen. Ik denk zo ook dat er mensen zijn, die hebben gewoon zoveel macht, kunnen dingen bepalen en bla bla bla. En door zo'n wetten worden die mensen steeds machtiger. En kom je er eigenlijk achter dat je maar een nummertje bent, in principe. Yep. En dat is gewoon... heftig. Ik denk binnen 100 jaar dat dat gewoon echt de realiteit wordt. Dat je zeg maar zo'n, net zoals bij de Matrix, zo'n barcode krijgt. Yep. Of is dat niet bij de Matrix? Volgens mij wel. En dat je dan zeg maar gewoon geen vrijheid meer hebt. En ga je er niet mee, dan word je eruit gekikt, zeg maar. Dus je hebt niet echt een keus, zeg maar. Nee. Dat is toch geen wereld meer. Kijk, en ik ben echt niet tegen, ik ben echt niet voor criminelen of zo, maar dat is niet de oplossing. Net zoals een crimineel straffen, net zoals hoe ze het in Noord-Korea doen. Een crimineel straffen door de hele familie in de strafkamp te doen, om hun bang te maken, hey, dat is geen oplossing. Want nee. Wat mijn moeder doet, of wat mijn vader doet, kan ik niks aan doen. Ik zou juist heel bang worden, of ik zou juist iets doen wat niet mag om hun te stoppen van... Dus snap je, ja. Dat lost niks op. Onschuldige mensen straffen lost niks op. Degene straffen die het hebben gedaan, dat lost iets op. Met een humane straf. Terwijl ik niet eens tegen de doodstraf ben. Want ik denk zo... Nou, ik zat er net aan te denken, weet je. Kijk, de doodstraf, op het moment dat ze het krijgen voor iets... Nou, stel, weet je wel, een eye voor een eye. Jij maakt iemand dood, dan mag hij ook dood. Ja. Dat vind ik. Hij verkracht iemand, vind ik ook dat je dood mag. Ja. Maar stel jij iets, of bij andere, bijvoorbeeld in Rusland bijvoorbeeld, dat als je zegt ik ben homo, ja, ben je ook dood. Ben je ook dood, ja. En dat is dan, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. En hetzelfde als in die de landen waar allemaal de doodstraf is, zeg maar. Ik vind als je iemand verkracht, hoef je niet dood, maar gecastreerd. Nee, niet gecastreerd, gewoon net als de Unsullied. Ja. Gewoon er helemaal af. Castreren is zeg maar dat je geen sperma niet meer vruchtbaar is. Je kunt dan nog wel komen. Maar dan worden die zaadleiders worden doorgeknipt. Maar ja, gewoon, ja, een team of Greyjoy. Gewoon eraf. Gewoon prima, vriend. Je betaalt elke maand een bepaalde forse schadevergoeding. Je zit minimaal 10 jaar. Gewoon minimum straffen, verkrachting, 15 jaar of 20 jaar. Nee, 25 jaar. Maar kijk, dan is het weer. Want dat zei laatst, dat zei toen iemand tegen mij. Nou heb je dus nog verkrachters die hun slachtoffer verkrachten en dan weggaan. Ja, op het moment dat je... Die straffen zo hoog maakt, als je dan een verkrachter, dan overleeft dat slachtoffer niet. Want ik had het dan ook niet meer navertellen. Maar moet je dan voor die mensen dan die wet dan niet maken? Want ja, als diegene iets gaat verkrachten, dan doet hij het toch wel. Ja. Dus